Hallo. Alles klar? Ja. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Rick. En ik ben Jasper. En vandaag gaan we iets heel geks doen. Ja. Oké, mensen, top dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ja, wat we vandaag gaan doen, is een beetje... Het gaat sowieso awkward. Het gaat heel awkward worden. Het begon zeg maar 2 jaar geleden. Ik liep met 2 dienbladen in de McDonald's en ik viel keihard. En de reacties waren echt geniaal. Ja, en toen dachten we, hadden het maar gefilmd. En nu gaan we dat dus nadoen. Ja, en we gaan kijken wat iedereen zijn reactie is, hoe iedereen gaat reageren. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een soort prank op de Mac. Dus, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ja, we gaan dus nu naar de Mackie toe, maar het wordt wel heel awkward ook met het filmen. Want ja, het is gewoon raar als je dat... Ja, dus je moet even op een goede plek staan. Ja, gaan we daar even uitzoeken en dan moet jij gewoon gaan bestellen en dan laten vallen. Ja. De vraag is dus, wat ga ik bestellen? Ik denk gewoon wel gewoon een milkshake, dat het een beetje kan liggen. Ik ga geen cola, want dat ligt helemaal. Milkshake, frietjes en een chili chicken ofzo. Ja. Ik ben echt benieuwd, jongen. Oké, we zijn net al even langs gelopen, maar het is echt heel druk. Dus iedereen gaat sowieso kijken. Dit wordt awkward, jongen. Maar hoe gaan we nou filmen? Want ik denk dat we gewoon net doen of we gewoon echt al aan het filmen zijn. Of we gewoon al een YouTube, of we gewoon een vlog aan het maken zijn. En dan dat jij mij gewoon een shot tot ik aan kan lopen, lekker en dan... Toch? Ja. Ja, maar dat... Oh, en dan ga ik... Hoe ga ik vallen? Gewoon zo in één keer knat. Ja. Gaan we het gewoon doen? We gaan het gewoon doen. Ik weet echt niet, man. Ik weet niet of het wel ethisch verantwoordelijk is. Wat ethisch verantwoordelijk? Ja, ik vertaak jouw telefoon als microfoon. We gaan het doen. We gaan het doen. Ik vind het spannend. Oké, jongens. We lopen al richting de McDonald's. En dit gaat heel awkward hoor. Ik voel me er ook gewoon niet goed bij. Ik vind het heel spannend. Even kijken. Hierop eten. Chicken. Milkshake. En frietjes. Zo, ik heb het. Oké, dan ga ik in de rij staan. Fuck. Jongen. Wat ik waard. Poe. Ik doe wel lang. Hallo. Oei. Ja. Het gaat goed. Ja. Fuck. Shit. Ja, het gaat wel, man. Ja? Wil je afgevallen? Ja, ik niet. Ik bleef achter je voor dan. Ja, is beter als ik was. Je maakt nog een nieuw eten voor je. Ja, ik ruim nog wat mee op. Nee, goed. Ja, dit kan ik wel onder druk. Ja? Heb je pijn gedaan? Nee, het gaat toch wel mee. Ik geef nog even nieuwe frietjes. Ja, er worden opgeruimd. Oh ja, dankjewel. Ik zal even schrikken. Oei. Dat is wel weer genoeg. Echt dankjewel. Nou, alsjeblieft. Had je frietsaus? Nee, die had niet. Dankjewel. Volgende tjoe. Ik viel echt keihard, man. Ja, ik zag. Zo, ik bleef achter de poort dan. Schrok echt, jongen. Zo, hé. Tril je, man. Dat is mij wat. Gewoon deur. Ik ging hard, joh. Ik ging hard op mijn plaats. Ik zoekte de poort gewoon op. Ik zag de poort staan. Ik dacht, echt niet wat ik moest zeggen. Nee, ik wist niet hoe ik moest filmen. Ik dacht, zal ik nog naar de toekomst of niet, maar... Volgens mij hadden ze niet door dat we het filmen. Ja, mensen. We hebben het gedaan. Alleen het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Het slaat echt nergens op. Oh, ik vond het wel grappig. Ja, en ze waren wel aardig. Dat ja. Ze kwamen meteen helpen en zo. Ja. En... Showden aan de Mac, ik kreeg een extra grote friet terug, volgens mij. Ja. En het was zo opgeruimd. Ik dacht, ik wil zelf ook wel mee helpen, maar dat hoeft allemaal niet. Mensen maar kijk je aan. Dus ik dacht echt, shit. Ik had dat ding van, ik dacht, waar moet ik gaan vallen? Ik dacht, shit, hoe moet ik gaan vallen? Ja. Dus ik zag een poort, ik dacht, ja, daar ga ik aan blijven haken. Ja. En ik ging, niemand schiet de poort, dacht ik, erachter bij het haken. Dus je had kunnen zeggen dat, ja, met je. En dat vrouwtje zei na mij, toen, nadat ik gevallen was. Ja, je 40 zit ik los. Mooi. Ja, jullie hebben het allemaal gezien. Ja, laat even weten of we nog een keer zoiets moeten doen. Ja, een prank of iets heel awkward. Maar ja, ik vond het leuk. Ik vond het wel grappig. Ja. Ik hoop ook, ik ben benieuwd wat er
Ik weet niet of de reacties van de mensen erop zijn. Nee. Iedereen zei wel oeh. Ja, ik denk dat je dat wel hoort via de dingen. Oh, jongens, dat was hij dan. Tot de volgende keer. Blauw duimpje omhoog. Abonneer je onder op ons kanaal voor meer van de shit. En keep grinding. Oh ja. Gaan we er even door, jongens. Let's go.